Als artiesten weet ik hoe belangrijk muziek, kunst en cultuur kan zijn. Niet alleen voor mij, maar vooral ook voor kinderen. Maar ook voor kindsoldaten. Ooit natuurlijk. Zij kiezen die rol niet, die wordt hen opgelegd. Wat mij zo raakt, is hoe we de ziel van die kinderen en vooral hun toekomst kunnen waarborgen. Dat is namelijk onze taak. En daarom ben ik voor Vessel War Child. Het is eigenlijk het identiteit dat ik zou moeten doen. Als artiest weet ik hoe belangrijk muziek, kunst en cultuur kan zijn. Niet alleen voor mij, maar vooral ook voor kinderen. Maar ook voor kindsoldaten, oorlogskinderen. Zij kiezen die rol niet, die wordt hen opgelegd. Wat mij zo raakt, is hoe we de ziel van die kinderen en vooral hun toekomst kunnen waarborgen. Dat is namelijk onze taak. En daarom ben ik voor Vessel War Child. Dus dat is eigenlijk dat iedere stad iets zou moeten doen. Als artiest weet ik hoe belangrijk muziek, kunst en cultuur kan zijn. Niet alleen voor mij, maar vooral ook voor kinderen. Maar ook voor kindsoldaten, oorlogskinderen. Zij kiezen die rol niet, die wordt hen opgelegd. Wat mij zo raakt, is hoe we de ziel van die kinderen en vooral hun toekomst kunnen waarborgen. Dat is namelijk onze taak. En daarom ben ik voor Vessel War Child. En dat is eigenlijk dat iedere stad dit zou moeten doen. Als artiest weet ik hoe belangrijk muziek, kunst en cultuur kan zijn. Niet alleen voor mij, maar vooral ook voor kinderen. Maar ook voor kindsoldaten, oorlogskinderen. Zij kiezen die rol niet, die wordt hen opgelegd. Wat mij zo raakt, is hoe we de ziel van die kinderen en vooral hun toekomst kunnen waarborgen. Dat is namelijk onze taak. En daarom ben ik voor Vessel War Child. En vind eigenlijk dat iedereen dat dit zou moeten doen. Als artiest weet ik hoe belangrijk muziek, kunst en cultuur kan zijn. Niet alleen voor mij, maar vooral ook voor kinderen. Maar ook voor kindsoldaten, oorlogskinderen. Zij kiezen die rol niet, die wordt hen opgelegd. Wat mij zo raakt, is hoe we de ziel van die kinderen en vooral hun toekomst kunnen waarborgen. Dat is namelijk onze taak. En daarom ben ik voor Vessel War Child. Dat is eigenlijk dat iedereen dat zou moeten doen.